We zijn hier op de bouwplaats van de OV-terminal in Arnhem. Vandaag bereiken we het hoogste punt. Dat betekent niet dat het station klaar is. We zijn nog volop in de ruwbouw. Je kan nu al goed zien hoe het gebouw tot vorm gaat komen. En hoe de verbindingen straks in de stationshal gemaakt kunnen worden qua transfer voor de reizigers. Dit is een moment om trots op te zijn. De stad Arnhem heeft er lang genoeg op moeten wachten. En de rest van de samenwerkende partijen natuurlijk ook. De vlag wappert in top en die wappert daarvoor voor de bouwvakker die hier in weer en wind aan het werk is. En dingen aan het doen dus die ze nooit eerder hebben gedaan. Want meestal zijn de dingen wel recht in de bouw of misschien een puntdak of misschien hier en daar een kromming. Maar in dit gebouw is alles rond. Dus dat vraagt heel wat van het vakmanschap van die mannen en vrouwen. En niet alleen hier op de bouwplaats, maar ook in Groningen bij Centraal Staal, waar ook onderdelen worden gemaakt en elders. Er zijn zelfs scheepsbouwers aan het werk om het bovenbouwdeel te bouwen. De ondergrondconstructie is van beton. En daarop maken de scheepsbouwers een huid van staal, een soort omgekeerd schip. Wat dan vervolgens afgewerkt wordt en dat in zijn totaliteit wordt dan het nieuwe stationsgebouw van Arnhem naar een ontwerp van UN Studios, Ben van Berkel en Arjan Dingstee. Het heeft een lange aanloop gehad. Het heeft erg alles te maken met ingewikkelde constructies en een hele lange engineeringstijd, maar sinds eind vorig jaar zijn we echt goed op stoom aan het komen. En dit is echt een uniek werk en eigenlijk kun je best wel spreken van een kunstwerk.